dames en heren, als we compleet zijn, dan stel ik voor dat we beginnen. In de eerste plaats hartelijk welkom aan mevrouw Bart, zal ik maar zeggen. Dat is het, ja. Precies. Dat ben ik, ja. Lid van de Eerste Kamer, en u bent zo vriendelijk om zo meteen dat bord te onthullen. En ook mevrouw Plugge is aanwezig als een bijzondere gast. Ik wil niet zeggen een van de oudste huurders, maar wel een van de trouwste, denk ik. Ja, want ik las dat u op 1 augustus 1954 hier in de straat bent komen wonen. En daar ook trouw bent gebleven. Ben gebleven. Tot op de dag van vandaag. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Ik vind het ook heel leuk dat u er ook bij bent. Vandaag wordt er weer een bordje onthuld. En het is meteen de start van de Open Monumentendag. En dat is dan weer, dat zijn weer activiteiten ook van de historische vereniging, Oud-Wassenaar. Samenwerking met andere partijen. En de gemeente die helpt natuurlijk ook uiteraard mee. We proberen steeds heel wat van die bordjes door Wassenaar aan te brengen. En vandaag is dan dit mooie poortgebouw aan de beurt. En het is een heel bijzonder gebouw. Ja, u ziet al op de gevel het jaartal 1914 staan. Nou, als we teruggaan even in de tijd naar 1914, toen was het hier eigenlijk nog een deels weiland, deels wollenland, een open terrein. En de Wassenaarse bouwvereniging, die in 1912 is opgericht, die begon hier toen te bouwen. In die kale vlakte verrezen de eerste huizen. En werd dit mooie poortgebouw hier neergezet met een aantal huizen eromheen. En die huizen die waren dan bedoeld voor de mensen uit de werkende stand, zoals dat heette. Ja, of arbeiders, hoe je het ook wil noemen. Ja. In ieder geval, arbeiders, geschoolde arbeiders, die ook een goed salaris ontvingen. Waarmee ze dan ook de huur konden betalen. Dat was natuurlijk ook belangrijk. Het gebouw is, vind ik, bijzonder, omdat hier eigenlijk twee werelden bijeenkwamen. Want je had dus een bestuur van die Wassenaarse bouwvereniging. En dat is heel opmerkelijk. Dat waren allemaal notabelen, zouden wij nu zeggen. Dat waren doorgaans hele rijke figuren. Denkt u bijvoorbeeld aan Daniel Ruys. Die heeft hier echt tientallen jaren hierboven in dat kantoortje gezeten. En een aantal dagen per week zat hij daar te werken voor de Wassenaarse bouwvereniging. Een directeur zoals tegenwoordig hadden ze nog niet. Het bestuur deed het in feite. En ja, die Daniel Ruys die woonde zelf aan de Pauwlaan, in een enorm landhuis. Ja, dat kun je zien liggen vanaf de Wakkershagenlaan, over dat weiland in de verte, dat enorme huis. Daar woonde Daniel Ruys. Dus een vreemde tegenstelling, hele rijke mensen die hier dat bestuur vormden. En die zorgden dat, dat alles reilde en zeilde. En daaromheen dan de arbeiders die hier heel mooi woonden in een soort tuindorp. He, zowel hier in Oostdorp, wat zich langzamerhand uitbreidde, als in Kerkenhout. En daar werd een tweede wijk gesticht. En dat was, die wijk was vooral voor personeelsleden van alweer die rijke villa-bewoners. Dus dat waren chauffeurs, dat waren tuinbazen, tuinknechten, noem het allemaal maar op. Maar goed, genoeg over de Wassenaarse bouwvereniging, nu bouwstichting. Ik geef graag de handeling over aan u en ook aan mevrouw Plugge, denk ik, om dat mooie bord te gaan onthullen. Ja. Nou, misschien mag ik ook nog even heel graag. Ja? Heel graag. Ja. Ja, dat is een korte inleiding. We hebben nog 3 minuten. Ja, nou, goedemorgen allemaal. Toen ik de uitnodiging kreeg, het verzoek of ik het bord hier vanochtend wilde onthullen, heb ik eigenlijk direct ja gezegd. Ik vind het fantastisch om iets in ons mooie dorp te doen. Dat doe ik natuurlijk niet zo heel vaak, want daar hebben wij in ons huishouden iemand anders voor, die dat heel regelmatig doet. Maar zo af en toe kan ik in het dorp wat doen. En dit vond ik heel erg leuk om te doen, om een paar redenen. Al die villa's halen het niet. Bij dit prachtige pandje, ik mocht het net binnen ook nog weer even bekijken, en dan zie je hoe ontzettend veel aandacht de architect voor de kleinste details had. Dit gebouw is echt een kunstwerk tot in de kleinste details. Dat deden ze toen met de Amsterdamse school. En het mooie is natuurlijk dat hier toen ook, voor arbeiders, zoals het toen nog genoemd werd, dus zo gedetailleerd en zo mooi en met zoveel precisie en aandacht gebouwd werd.
En dat is hartstikke belangrijk. Hè. We openen vandaag hier nu de Wassenaarse Monumentendag. De Open Monumentendag die in heel Nederland vandaag gevierd wordt, mag ik wel zeggen. Want dan kunnen we genieten van het culturele erfgoed van ons land. En ja, ik moest deze week toen ik deze ochtend voorbereidde ook even denken aan alle verdriet dat er in de hele wereld was over het vernietigen van die tempels in Syrië. En dan denk je, ja, waarom zijn we nou verdrietig over een paar oude hopen stenen, hè? Want zo kun je er ook aan denken. Terwijl er daar in Syrië ook honderdduizenden mensen gestorven zijn en miljoenen mensen op de vlucht zijn, miljoenen mensen in kampen zitten in Jordanië en Turkije. En dat opblazen van zo'n oude tempel, dat raakt je dan zo. Maar ons erfgoed, die gebouwen, dat is ook een onderdeel van wie wij zijn. Ons erfgoed maakt ook onze identiteit. Als je de gebouwen hier in Wassenaar ziet, als je op vakantie bent geweest of naar een andere stad bent geweest en je komt thuis en je ziet de gebouwen, dan weet je dankzij de gebouwen dat je thuis bent. Die gebouwde omgeving, die lijkt dus heel gewoon, die staat er soms al 100 jaar, maar het is eigenlijk zo bijzonder en het is daarom ook zo belangrijk dat we dat koesteren met elkaar, dat we er zuinig op zijn. En dat we één keer per jaar ze openstellen, zodat zoveel mogelijk mensen ze kunnen komen bekijken en ervan kunnen genieten. En het ook weer kunnen doorgeven aan volgende generaties. Dus ik vind het prachtig dat ik het vandaag mag doen. Ik vind het een enorme eer. Ik vind het ook een enorme eer om het met u samen te doen. Want u woont hier tenslotte al heel lang. Ja. Dus u bent een van de schatbewaarders van dit mooie stukje Wassenaar. Ja. Waar zo goed voor gezorgd wordt. Ik zou zeggen, zullen we... We zitten. Zo, en dan verklaren we hierbij de Open Monumentendag in Wassenaar voor geopend. 1, 2. Ja.